FC Eindhoven ontslaat John Lammers. 3 KBO-afdelingen verdwijnen. Een recordpoging Tetris mislukt. FC Eindhoven trainer John Lammers is ontslagen. Hij is per direct vrijgesteld van zijn werkzaamheden. De 48-jarige Lammers was bij FC Eindhoven niet in staat om de ploeg goed aan het voetballen te krijgen. De laatste wedstrijden verloren de blauw-witte thuis van Almere City met 1-2 en van Go Ahead Eagles met 1-4. Dieptepunt was het verlies in de beker van de amateurs van ADO 20 met 6-1. Natuurlijk ben je boos op alles en iedereen. Ook op jezelf, op de jongens, op wat we hebben laten zien. Maar de schaamte die overheerst toch wel. Met name de schaamte naar de supporters en naar de club, naar de sponsors. Dat je zo'n wanprestatie kunt neerzetten. Volgens directeur Hans Smulders was er verschil van inzicht tussen Lammers en de rest van de technische staf. En dat terwijl de club in mij nog zo vol vertrouwen was bij zijn aanstelling. Prima. Soms gefeliciteerd. Dankjewel. Succes bij de club. Dankjewel. Ik verwacht een fijne samenwerking. En ik hoop dat we onze doelen kunnen realiseren. Nou, dankjewel. Succes. En we hopen dat we iets moois weg kunnen zetten. En ik heb er alle vertrouwen in. Prima. John Lammers is teleurgesteld over zijn ontslag. Hij zou nog voldoende perspectief hebben gezien om FC Eindhoven weer goed aan het voetballen te krijgen. Eindhoven moet voor de tweede keer in korte tijd op zoek naar een nieuwe trainer. De kans is groot dat vrijdag bij de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard assistent-trainer Pascal Maas de ploeg coacht.